En wat is jullie lievelingsteam eigenlijk als jullie niet Ajax mochten kiezen? Dinsdag ging de Ajax-selectie op bezoek bij de kinderen in het VU Medisch Centrum. Al 10 jaar lang komt Ajax elk jaar op bezoek in VUMC Kinderstad. Nou ja, het is een dag dat je aan de ene kant geconfronteerd wordt met hoe gelukkig je zelf kan zijn. Maar ook de blije gezichten van de kinderen natuurlijk. Daarvoor ben je hier. En ja, zie je dat het toch bijzonder is hoe blij de kinderen zijn ondanks de situatie waarin ze zitten. En dat je daarmee de kinderen blij kan maken is ja, geweldig. Wauw! Ik kom eens kijken. Dit is mooi. Dat is helemaal voetbalkleden voor mij. Hartstikke leuk. Ja, heel leuk. Vooral dat dit zo georganiseerd wordt. Een paar dagjes hè, kunnen we wel even voetballen. Ja. Voor onszelf is het denk ik ook goed om te beseffen, wij zijn gezond. Wij kunnen vrij bewegen, wij kunnen makkelijk bewegen. We hebben geen grote problemen althans, want hier zijn pas grote problemen. En ja, dan is het besef ja, dat je daar de gezondheid, dat het mooiste is wat je in het leven hebt. En dat je daarom ook iedere dag gelukkig kunt en moet zijn, dat is dan mooi. Is het anders nu je zelf vader bent geworden? Ja, wel een beetje. Het is ook vrij kort geleden. En ja, bij mijzelf is het ook niet allemaal helemaal goed gegaan. Dus het is toch wel... Wel heftig om weer om te zien en zeker, kijk, mij gaat nu alles goed, alleen bij sommige kindjes zie je toch dat het een stuk minder gaat en dat is wel heftig om te zien. Zou jij het leuk vinden om de spelers van Ajax wat vragen te stellen? Ja, zeker. Ja, leuk. Hoe vind jij deze dag? Ja, heel leuk. Of tenminste, ja, heel goed voor de kinderen, want ja, je ziet ze allemaal lachen en dan zijn wij ook allemaal heel gelukkig. En, ja, dat is gewoon heel goed om te zien, denk ik. En wat is jullie lievelingsteam eigenlijk als jullie niet Ajax mochten kiezen? Barcelona. Ik Real Madrid. Ik ook Real Madrid. Barcelona. En jij? Ik vind Real Madrid. Ja, goed zo. Wat is je mooiste goal bij Ajax? Mooiste goal? Dat doe ik toch de laatste. Die van zondag tegen Heerenveen. Dat is... De laatste goal is altijd je mooiste, dus dat is mijn mooiste. Ja. Kijk eens goed. Goed vasthouden, hè? Om de zij. Ja, dat is vet. Omdat ik nou 4 maanden niet buiten ben geweest, ga je nou zeggen dat ik dit ben. Pak maar dat petje. Pak het petje maar. Dit is de kamer. Dat is genoeg. Ja, gaan we? Ja. Oké, gaan we even. Ik moet gaan liggen. Ja. Oké, gaan we dan? Ja. Wat is dit? Goed vasthouden. Goed zo! Kinderen zijn zo vrolijk, ondanks dat ze ziek zijn. En dat ze blij worden van iets heel kleins, wat voor ons soms een dagelijks iets is. En dat is iets wat je nou wel gaat relativeren, wat je gaat beseffen. En dat is denk ik nooit verkeerd. Jij bent iemand die veel duikt, maar hoe lang was het geleden dat jij gegleden hebt? Zo. Dat durf ik niet te zeggen. Het was wel snel, hè? We hebben heel veel handtekeningen in verzameld. Laat ze maar even zien, ja. Oh, kijk eens. Dus dat is goed gekomen. Dit was het voor het jaar dat er bij het VU dat er Ajax-spelers hier langskomen. Dus doei. Hey.